Wel, heb er nu al zin in. Dan gaat naar dubbel 18 toe, Colin Lloyd. En dat is vreemd, want dat is nou de enige dubbel die hij tot nu toe gemist heeft. Man wat van de voorde 160 niet uitgehoord. Zat er nog 34 voor Lloyd. Dubbel 17, Partio Pardoes. En ze maakt hier 1-1 van. En dan weet Van der Voort dat het een heel belangrijke leg is. Waar hij nu aan gaat beginnen. Als hij deze niet weet te houden, dan is Lloyd zo goed als los. En dus kun je maar beter zo beginnen. Het is voor Van der Voort pas de tweede in deze wedstrijd. Heel veel fout heeft Van der Voort in deze partij niet gedaan. Hij heeft de kansen die hij kreeg verzilverd. Hij kreeg één dart in de eerste set om die set te pakken. Dat is dan het enige schoonheidsfoutje dat hij gemaakt heeft. Maar goed, het blijft darts. Het kan ook weer heel snel omdraaien. Als Van der Voort bijvoorbeeld deze set kan pakken. En een 9 darts op 140, dan doe je dan worden. Niet zoveel verkeerd. Lloyd naar de 19. Om in ieder geval finish over te laten. Hij laat 170 staan. 140 voor Van der Voort. Triple 20 is goed. Nog een triple 20 voor dubbel 10. Van der Voort. Zonde. Lloyd 170. Het is een finish. King heeft hem al gegooid. Eerder vandaag van Gerwe eerder in het toernooi. Daar blijft het voorlopig even bij. Dubbel 10 voor Van der Voort. Om een 2-1 voorsprong te pakken. En dat heeft hij gepakt. 2-1 in deze derde set. Set die moet winnen. Anders is het afgelopen in deze wedstrijd voor hem. Hoppa, nummer 7. In nog altijd maar set 3. Oh, valt eruit. Kijk naar Lloyd, naar die dubbels waar hij op gegooid heeft. Allemaal dus raak. Behalve die dubbel 18 waar hij net al nog een keer naartoe ging. Daar is hij 1 op 5. Alle overige dubbels tot nu toe dus met 1 dart geraakt. En als het scoren van Lloyd tezamen gaat komen met dit soort finisher. Ja. 130 gooit hij ook al in deze partij een keer uit. Triple 20 en bullseye. Hij hoeft er niet eens voor te gaan, maar gaat er wel gewoon voor hoor. Ja! En dus Van der Voort. Als hij nu wordt gebroken, dan verliest hij de wedstrijd met 3-0. En dan moet je anders beginnen. Ja, hij is ongelooflijk. Ja, Colin Lloyd heeft tegen Van Gerwen het record gemiddelde neergezet op de Masters of Darts met 105,80. Hij zit op dit moment en hij is dus dicht bij de overwinning op 105,60. Want dat betekent dus dat hij niet één, maar twee partijen op rij een gemiddelde van boven de 105 kan neerzetten. Nu zit hij zelfs al boven de 105 en zit nu op 106, maar goed. 100. Waanzinnig. In twee beurten uit en dan gaat het gemiddelde record er meteen alweer aan. Hij is goed zeg. 120. Daar heeft hij pech dat hij dart eruit stuitert. Want nu moet hij die 118 nog uitgooien dadelijk om het record te pakken. Ja, Van der Voort kan hij ook helemaal niets aan doen. Nee, natuurlijk niet. Hij zit ook ongeveer op 31 per pijl. Triple 20 is alweer raak. 18 en tops, Colin Lloyd. Oei, wat boy. Een voorstelling. Oeh, dat ontbreekt er dan net aan. En dus is het niet de perfecte voorstelling. En dus gaat het record er ook niet aan. 59. Hangt erom als hij hem in één keer pakt.
tops voor Colin Lloyd. En een 3-0 overwinning op Vincent van der Voort. Het is 3-0 voor Colin Lloyd. In de wedstrijd tegen Vincent van der Voort. En hij evenaart het gemiddelde record wat hij gisteren neerzette. 105,8. Weer een waanzinnig gemiddeld voor Colin Lloyd. De man is in grootste vorm. En dat laat hij ook vandaag zien tegen Vincent van der Voort. Die niet zoveel verkeerd heeft gedaan. Maar ja, als er zo'n trein komt voorbij denderen met de naam Colin Lloyd, dan is het knap moeilijk om die tot staan te brengen. Colin Lloyd klopt Vincent van der Voort met 3-0. Colin, what is wrong with you? I mean, playing like this, it's unreal. No, it's not. It's not unreal at all. This is what I do. And this is what I do. You haven't seen it for the last year or so. This is what I do. I know, but still, 105.87, that's a new record for you, a new personal record. Is it? Yeah. Well, you told me. Thank you. I haven't said anything. I go up there. The thing about it is I go up there. I'm Colin Lloyd, professional dart player. And I go up there and I do my best. The thing about me is I go up there and I respect everyone that I play. And I respected Vincent tonight. And I went up there. I knew I had to play well. You know, it's the same for all these guys. You know, everybody's gone on about England versus Holland and whatever. It's not England versus Holland. It's not that at all. You go up there and you play each individual. And each individual player that is here, the whole 10 of us, we're all world-class players. And you have to go up there and you have to perform. If you don't perform, you get punished. And the last couple of nights I've gone up there and I've done the business. But I've had to because we're all world-class players. You can smile now. Thanks very much, Sid. Nee, zegt hij. Natuurlijk, goed gespeeld. Een persoonlijk record, 105,87, zei hij eerder. Maar luister, we komen hier allemaal naartoe om ons stinkende best te doen. Ik dus ook. En dat doe je als een professionele dartspeler. Ja, er is geen kruid tegen gewas. Als je zo'n tegenstander hebt, dan wil je hem natuurlijk het liefst van het podium aftrekken, of niet? Ja, hij speelde gewoon fantastisch. Dat blijkt, 105 gemiddeld. En dan nog krijg je de eerste leg één paaltje en hij krijgt één paaltje en dan gaat het met hem. Het zit me gewoon net niet mee. Ik voel dat er zoveel meer in zit en dat gaat gewoon net niet. En hij gooit alles wat hij wil. Echt dubbele boel twee keer. En, ja, dat heb jij dan weer. En het is eigenlijk ook nog een lul ook, weet je eigenlijk. Oh, ja, eerlijk is eerlijk. Het is eigenlijk een lul van een vent. Maar hij gooit heel goed en dat moet je hem nageven. So, translation. So you were a prick, he says. Well, hey, fair enough, you know. Do you know what I have to say? Playing like that. I've been called worse, and I'm not going to go in. I'm from Essex, and we've got a few words that can answer that, but I'm not going to answer it. Hey, I'm here to perform for myself, my team, and whatever, but I've got the utmost respect for every single dart player that's here, because they're all world-class players. If I can get through, that'll be great. If I don't, I'll still support every guy that's here because this is what darts is all about. Darts is about making a living and putting the name of darts forward. We are a big sport. We are a big company as a whole. And you can smile. Not so serious. You can smile. I'd love to smile, but I'd just like to say if I'm a prick, up yours, because you lost 3-0. So, I'd just like to say that. Nou, een heel verhaal over dat je serieus moet darten, dat het voor het geld is en dat de dart zo goed is. Dat is mooi, maar waar het eigenlijk op neerkomt, ja, als ik een, ja, hoe zul je het noemen? Als ik niet zo mooi figuur ben, wat ben jij dan? Want jij hebt met 3-0 verloren. Vincent van der Voort, dat zegt hij eigenlijk. Hoe dan ook, het was een geweldige show van Colin Lloyd. Thanks, Colin. Hij is geleed, ja, oké. Okay. Het is na 12. Dus dan komen er wat woorden voorbij die voor 12 misschien minder geschikt zijn. Leuk interview. Lloyd, prima vent. Jules, gevaarlijke tegenstander. Hoog niveau haalt hij. Maar ook hij is nog niet zeker van de halve finales. Ondanks die hoge gemiddeldes, ondanks zijn goede prestaties. Want kijk maar naar de stand bij de Engelsen. Daar staan Peter Manley en Mervyn King boven de streep. Lloyd en ook Mardell hebben nog kans op die halve finales. En Phil Taylor ligt eruit. Die speelt morgen nog wel, maar de halve finales zal hij niet halen. Hij staat nog steeds onderaan en wie had dat gedacht? Dit zijn de uitslagen van de wedstrijden van vandaag. Het begon zo goed voor Nederland. Van Gerwen won van King. Barneveld was beter dan Mardell, 3-0. En toen kwamen de Engelsen opstomen. Taylor versloeg Klaassen met 3-1. Manley zelf de score tegen Scholten. En Colin Lloyd zelfs met 3-0 over Vincent van der Voort heen. 6-14.
Dat is de stand wanneer je kijkt naar de wedstrijden tussen Nederland...